Een hele goede middag. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Ik heb vandaag echt al heel veel gedaan. Ben ik aan het wassen. Ik heb 7 wasjes. Ik heb er alweer eentje ophangen. Ik heb er alweer eentje in de droger. Sommige wassen wil ik wel per se in de droger. Zoals kleden waar Joef ook op leegt en dat soort dingen. Die wil ik echt in de droger hebben, maar gewone kleren boeit me niet. Ik heb mijn mat gewassen. Die hangt te drogen. Tada. En ik ben met het kindje bezig geweest. Kindjes zijn lekker aan het spelen buiten. Eten gemaakt voor iedereen. Ik ben weer gisteravond tot laat nog even gepoetst en opgeruimd. Zodat het gewoon weer allemaal fris en fruitig is hier. Kijk, ik ben gewoon eigenlijk van alles gewoon tussendoor aan het doen. Maar we hebben wel een thuisdagje. Want dat is ons gewoon nodig. Ook voor Liam is dat nodig. Dus dat is wel wat we aan het doen zijn. Ik ben nu tosti aan het maken voor Niels. Kinderen hebben allemaal al gehad. En daarna ga ik voor mezelf eten maken en even rustig zitten. Mag ook wel even 5 minuten zitten. Omdat de afgelopen dagen echt heel erg druk is geweest. Laten we Jordi gewoon lekker in zijn eigen wereld. Ik heb 2 kinderen die in hun blote kont rondlopen. En de regel is, je mag naar binnen, maar dan moet je een luier aan. Dus dat is wat ze ook weten. Jordi laten we gewoon echt even in zijn eigen wereld zitten. Liam laten we even in zijn eigen wereld zitten. Sam ook, maar Sam is er niet zo belangrijk bij. Vanochtend zijn ze ook allemaal jankend opgestaan. Dat is 1 grote bende. Omdat het zoveel prikkels en alles de afgelopen dagen heeft gegeven. Dus vandaag doen we echt geen prikkels. Gewoon even helemaal niet. Dus dat is de bedoeling. Ik ga nou even voor mezelf tosti's maken. En eten. Maar ja, we houden het hier gewoon even extreem rustig vandaag. En dan is dit de realiteit van vanmiddag hier. Lekker hangen, hangen, hangen. Ja, ik ben er maar bij gaan liggen. Het was zo aannokkelijk. Dus nu lig ik hier met Joefie tussen mijn benen. Lig ik hier gewoon een beetje spelletjes te spelen. Ik heb het ook wel heel druk gehad deze week hoor. Maandag bij mijn opa gepoetst. Woensdag de verjaardag van Niels. Ren je ook je benen onder je lijf uit. Want ja, je wil je bezoek wel gezellig hebben. Gisteren je benen onder je lijf uitgerend. Want we hadden... Even kijken. 2. Julian, Noud, Matthijs. Het extra kind, zeg maar. Vinte, dat zijn er 5. Dan hadden we Jordi, Liam en Sam. 8 kinderen hadden we daar. En dan doen Niels en Emiel wel ook wel veel hoor. Maar ik ben dan van het eten. Zeg maar het eten uitdelen enzovoorts. Inge die loopt er een beetje tussendoor. Als er een keer luier of geschoon moet worden, doet Inge dat ook. Alleen wij doen zelf die van Jordi. Als er een kind aankomt van ik wil drinken, pakt Inge dat ook op. Dus die loopt zeg maar als vliegende kiep loopt ze rond. Om het even zo te zeggen. Ondertussen kletsen we ook met elkaar. Maar het is 1 dag, zeg maar. En het extra kind, zeg maar, laten we het even zo noemen, gewoon extra kind. Want ik mag geen naam noemen, hij mag niet op de video, hij mag niks. Wat dan. Je wil het extra kind, wil je eigenlijk zoveel laten zien, in principe in een korte tijd. Dus dat is wat je dan doet. Dus je gaat de stad in, je laat de stad zien, en je kletst een beetje, en weet je wel dat. Dus je bent toch continu bezig, de hele dag. Vanaf voordat ze er eigenlijk al zijn, want ik was al bezig voordat ze er waren. En dan, als iedereen weg is, ruim je op. Ga je zorgen dat alles netjes is. Ga je zorgen dat de boel stofzuiggedweld is, zodat alles in ieder geval gereed is. Dus ja, je bent eigenlijk gewoon continu bezig. En eerlijk is eerlijk, Niels heeft dan wel vakantie. Maar ik heb pas vakantie als iedereen weer gewoon naar school is en werk is. Let's be honest. Dat is gewoon zo. En dat is niet om te klagen. Hè? Ik ben hartstikke blij dat de kinderen thuis zijn en Niels thuis is. Volgende week is Niels een week werken. En gaan Liam en Sam alleen
op woensdag, donderdag en vrijdag toch naar hun schooltje toe. Dan is Niels weer een week vrij. Dus dan gaan we wel weer zien hoe het loopt, want we hebben een aantal dingen gepland staan. Ik kan jullie daar niet zo heel veel over vertellen, omdat sommige dingen zijn privé. Dus ik kan niet alles. Het komt wel, ik kan jullie daar ooit wel iets over vertellen, maar nu niet, zeg maar. Omdat ik er gewoon verder nog niet veel over weet. Maar, dus volgende week heb ik dan woensdag, donderdag en vrijdag alleen met Jordi. Inge komt als het goed is, volgende week ook nog. Dan weet ik niet of ze blijft slapen of wat dan ook, dat weet ik allemaal niet. Dus dat moeten we nog zien. En dat is allemaal goed hoor, dat is allemaal prima. Het weekend zeg maar dat Niels weer een week vakantie heeft, komt Nout een heel weekend. Dus ook dat gaat er dan nog bij gebeuren. Dus ja. En dan hebben we die week nog. En dan is het alweer vakantievrij hier. Dan is dat weer klaar. Dus, maar goed. Komt wel goed. Ik ben klaar met klagen. Hallo Sam. Hallo allemaal. Hallo. Hoe gaat het met Sam? Een hele goede morgen. Middag. Middag. Ik heb al een drukke middag achter de rug. Alle was opgevouwen die hier zit. Die hier beneden hing. Dat hing helemaal vol. Ik ben eventjes naar de winkel geweest. Ik heb weer een was aangezet. Oh ja, ik dacht dat even klaar was met wassen. Ik had nog één was. Mijn neefje was gisteren jarig. En mijn tante halverwege juli. Dus die zijn vandaag jarig. Dus heb ik een cadeautje voor gehaald. En daar gaan we straks heen. Niels is even met onze auto bezig iets maken. Ik heb fruit gemaakt. Straks lunch gemaakt. Ik heb van alles gedaan. Ik heb ontstekingen in allebei mijn schouders momenteel. Het doet fucking veel pijn. Ik ben blij dat Niels er is. Want ik kan met deze kan ik nog wel iets verder. Zo. Maar met deze kan ik niet eens meer. Ik, hoog als dit komt niet. Dat gaat hem niet meer worden. Dus dat. De kinderen hebben altijd 6 plus luiers. En die is dus nergens niet bij de Kruidvat meer te krijgen. Want ik heb altijd van het Kruidvatmerk. Nergens niet meer te krijgen. Ik ben altijd heel tevreden geweest over Kruidvatluiers. Nooit eigenlijk klachten over gehad. Maar ja, hè? Ik heb niet heel veel luiers meer. Dus ik heb ze gisteren bij de Ethos besteld. En we gaan eens even kijken. Ik heb 4 pakken besteld. We gaan eens even kijken of dat dit het is. Ik weet het niet. Ik weet dat Bianca altijd Ethos fan was. Ik niet. Ik had altijd luiers van de Kruidvat. Ik weet ook niet of de kinderen er tegen kunnen. Dat gaan we zien. Dus ja. We gaan het zien. Maar 6 plus luiers bij de Kruidvat. Nergens te krijgen. Nergens. Ik ben heel Den Bosch al rond geweest. Dus ja. We gaan het zien. Maar voor nu. Ik ben heel even aan het wachten op Niels. Ik ga daar eventjes nog wat spulletjes hier vast klaarzetten. Dadelijk boven even alle kleding die ik heb opgevouwen even opruimen. Kleding pakken voordat we weg kunnen. En dan alle kinderen omkleden en gaan met die banaan. Ja, nou zitten we in de auto. Ik heb nog steeds een scheve bril. Nog steeds van naar de stad. Ik ben laatst in de stad geweest, maar niet aangedaan. Maar goed, ik heb ze allemaal hetzelfde aangedaan. Ze hebben allemaal hun voetbalshirt aan en we gaan onderweg naar mijn oom en tante om de verjaardag te vieren. Inmiddels zijn we alweer even thuis. We hebben het gezellig gehad op de verjaardag. Kindjes liggen in bed. Jordi had ook weer last van zijn buik. Dus daar hebben we ook even het een en ander mee gedaan. En nu gaan we lekker filmpje kijken. En ik heb even wat lekkers op tafel gezet. En mijn pyjama gedaan, want een BH aan hebben is op dit moment een beetje lastig. Maar goed, we gaan even lekker relaxen en daarna naar bed toe. Goedemorgen, het is zondag. En wat doen we? Eten. Eten, goed zo. Jordi ook, papa ook. Ik heb net even de vlog van morgen geëdit. En
Niels is eventjes met Liam en Sam naar de speeltuin. Eventjes laten uitrazen. Ik ben hier met Jordi. Jordi heeft op dit moment zoveel last van zijn buik en van prikkels en dat soort dingen. Dus die laten we gewoon echt even met rust. Dat betekent dat ik dus even wat dingetjes kan doen. Terwijl hij lekker op zijn tabletje zit. Want ik ga iets doen wat ik al de hele tijd wil doen. En dat is ramen wassen. Aan de achterkant. Want ze zien eruit. Echt. En dat maakt me niet uit of er daar weer vingers op staan of wat dan ook. Maar dit is niet te doen. Dus daar ga ik even mee aan de slag. Je ziet het bijna niet. Maar hier staan gewoon echt vingers op. En er zitten watervlekken op. En hier zie ik het denk ik beter. Ja, hier zie ik het beter. Dus ik ga dat heel eventjes fixen. Want voor mij is dat gewoon een irritatiepuntje. Dus ik ga dat gewoon even doen. Nu zijn ze toch weg. Dus. Nou, ik heb deze en die raam gedaan. En die raam gedaan van de binnenkant van de buitenkant. De kozijn helemaal gedaan. Dus het is weer schoon. Ik had er wel spijt van naar één raam. Maar het moest gewoon even gebeuren. En dit is het water. Dat. Voilà. Was niet nodig. Was totaal niet nodig. Maar goed. Ik ga het water even weggooien. En dan ga ik even een makkelijk klusje verzinnen. Want ik ga niet heel veel nou meer omhoog reiken. Daar ga ik echt niet aan beginnen. Vandaag doen we nog lekker makkelijk. Niels die wilde heel graag voetbal kijken en alles. Dus we hebben gewoon zo'n frietjes. Dus Liam en Sam zijn lekker bij papa aan het zitten. Met frietjes eten. En dat doen we niet heel vaak. Maar ze vinden het wel heel leuk. Dus prima. Zo. Ik heb alles in bed liggen. We hebben de boel weer netjes gemaakt. Ook buiten even opgeruimd. En nu is het tijd om heel eventjes op de bank te gaan zitten en even niks te doen. Morgen gaat Niels weer werken en de kinderen hebben nog even vrij. Dus ja, dat. Dus bij deze bedankt voor het kijken en tot de volgende.